Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe actiefilm Last Seen Alive met Gerard Butler. Dit zal de zoveelste film die dus inspiratie trekt uit Taken. En het is eigenlijk een vrij vergelijkbaar verhaal. Maar deze keer gaat Gerard Butler niet achter zijn dochter aan, maar achter zijn vriendin. Want die wordt ontvoerd terwijl ze bij een tankstation zitten. Want ze waren samen onderweg om haar familie te bezoeken. Ze hadden wel wat problemen in hun relatie. Dus daardoor is Gerard Butler voor de politie ook een verdachte. Maar wat deze film wel een klein beetje onderscheidt van Taken en andere rippels van dat verhaal is dat in dit geval is Gerard Butler geen geheim agent of spion of zo. Het is gewoon een normale guy. Hij gaat dus zelf op een quest, maar hij werkt soms ook samen met de politie en proberen dus om zo snel mogelijk te achterhalen waar die vrouw heen gegaan is en wat er met haar gebeurd is. En qua actie zit er in deze film niet per se heel veel in. Het zit vooral richting het einde en het is op zich wel gewoon oké in elkaar gezet. Maar buiten dat de actie dus wel redelijk gedaan is, heb ik eigenlijk vrij weinig positiefs te zeggen over deze film. Buiten Gerard Butler zelf waren alle andere personages echt flinterdun. Want zelfs zijn vrouw, waar je nog wel wat meer van te zien krijgt in flashbacks, die voegt ook niet heel veel toe. En hoe ze geschreven is, komt ze vooral gewoon een beetje irritant over. En de vrouw van Gerard Butler wordt gespeeld door Jamie Alexander, die je nu misschien kan kennen als Lady Sif uit de MCU. Dus we zien haar meestal wel als wat meer badass. Dus ze had eigenlijk zichzelf ook wel gewoon een beetje uit deze situatie kunnen helpen. Maar ja, ze gaan dus voor de wat meer traditionele dame in nood verhaallijn. En dan komt dus de heldhaftige man achter haar aan. En ze hebben ook niet echt een boeiende slechterik of groep van slechteriken of zo. Die ben ik eigenlijk alweer vergeten nu. En ik moet ook nog wel benoemen dat deze film echt een van de slechtste explosies heeft die ik in een lange tijd gezien heb. Dat voelde echt alsof het een B-film uit de jaren 80 was of zo. Gewoon iets wat straight to DVD of gewoon op videoband was uitgekomen. En er zitten momenten in waarin Gerard Butler wel een beetje twijfelt of die niet te ver gaat. Maar dat heeft uiteindelijk ook niet echt een payoff of zo. Daar hadden ze ook nog wel iets meer mee kunnen doen. Maar ja, met alle films die nu draaien en binnenkort uitkomen, zou ik deze niet echt een aanrader noemen. Dit is misschien wel gewoon oké om een keertje op Netflix te kijken als je een middagje niks te doen hebt. Want voor dit soort films in dit genre is altijd wel een bepaalde doelgroep. Gewoon ja, volwassen mannen meestal, vaders en zo. En het is zeker niet de slechtste poging voor zo'n soort film, maar het is ook veruit niet de beste. Maar ja, misschien hebben jullie Last Seen Alive al gezien. Hij draait nu dus in de bioscoop. Laat me weten wat jullie van de film vonden. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.